Er was inderdaad iets gebeurd. En dat is ook waarom de dierenarts moest komen. Wauw, wat knap voor jou. Dan gaan we heel veel schattige veulentjes zien, denk ik. Ik wil wel graag een hele donkere met een stip op zijn hoofd of een witte. Die bleek daar dus al een paar dagen achter te zitten. Volgens mij 2 dagen. Echt super zielig. Normaal komen ze gewoon zelf overal wel weer tussenweg. Oeh, wil je de babykamer laten zien? Liever niet. Is er niet zoveel meer van over. Dit is voor Bambi. Dit gaf ik eerst aan Ernie. Dus misschien doe ik het voor Bambi en Ernie. En we kunnen weer eventjes door. Hiermee. We hebben nu ook de hondenbrokken van Vital Style. Omdat we best wel kieskeurige eters hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze het daarop doen. Dus daar zullen we een review van geven als we het hebben geprobeerd een tijdje. Oh ja, en we hebben een nieuwe zak Oerbalans, maar die moet nog even hierheen tillen, maar die is best wel zwaar. En we hebben een nieuw product dat we mogen uittesten, maar dat kunnen we nog niet laten zien. Hallo! Hoe gaat het? Goed. Gelukkig. Met jou? Ja, ook goed. Fijn. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Dat was leuk. Wat gaan we doen? De kar leeggooien. De kar trekken? Nee, leeggooien. Ik ga hem zeker niet trekken. Oké. Okay. En als hij leeg is, weer vol scheppen en dan weer leeg gooien. Nee. Ja, wat een dag. Het is maandag. Hè? Wat een dag. Hallo. Deze zijn heel leuk. Ja, vind ik ook leuker dan die naakte. Met die oogst. Iris en ik hebben nu elke keer ruzie. Nee, jouw paard heeft het gedaan. Nee, jouw paard heeft... Nee, geintje. We hebben helemaal geen ruzie. Nee. We gaan eventjes de kar legen. Blijf je dit nou doen? Ja. Wij gaan heel eventjes lees scheppen dus. En sorry als dit ineens heel abrupt begonnen is, deze video. Maar we hebben besloten om te gaan weekvloggen. Of in ieder geval een paar dagen vloggen. Omdat we verschillende dagen wat verschillende activiteiten hebben. En we dachten, we nemen jullie gewoon de hele week mee. Misschien is dat ook wel weer een keer leuk. Dus vandaag is het maandag. We gaan leeg scheppen. We hebben vanochtend meeting gehad met Floor. En over Horse Event overlegd. En daar zullen we straks nog even wat over vertellen. En nu dus poepdienst. Ook paarden er allemaal meegaan. Ja. Een Horse Event. Want er gaan paarden mee. Ponies of paarden. Heb je alweer zin om straks pompoenen te plukken van de poel? Zullen we nog een peanutpompoen maken? Hoe dan? Moet ik nu vast een tekening daarvoor gaan maken? Ja. Ja, het is een soort poepkar karaoke kunnen we ook doen. Dat is leuk. Poepkar karaoke. Wil je beginnen met liedjes? Alsof je iets kan verstaan ook door deze. Wil je eerst iets vertellen over je jeugd? Of hoe je het begon al je... dus allemaal vroeger. Toen ik besmet werd. Nee. Met een paardenvirus. Die poep zat vast, joh. Nou, je kunt wel zien. Dat is een hele lange timeline. Je moet een keer stoppen met mij zo belachelijk maken hier. Zo. Nou, die poep zat heel vast, dus het was lange timelapse. Sorry. Oké, kijk wat ik aan heb, jongens. Allemaal poep in mijn schoenen. Gadver. Nou jongens, we are zo lang bezig geweest. Ik zal jullie dit even laten zien. Het is nog steeds niet helemaal gelukt. Maar dit is deels leeg. Want dit is een soort poephoek van ze. En dat randje moet ik nog. En ze staan hier aan het snacken. En die is heel vies, want het regende net vanavond.
Ja? Ja. Klaar mee? Ja. Wij moeten nog wat pakketjes inpakken. Ja, van de vorige video. En een ijsje eten, dan is het alweer 5 uur. Ja. Oké. Ja. Hoi jongens, het is dinsdag en we staan alweer uit de mest. Net als gisteren. Wow. Nee, nu is het makkelijker. Nu is het makkelijker, want nu zit het schoon. Ja, vandaag was ook weer even een chaotisch dagje. Vanochtend dierenarts. Ik heb mijn nagels laten doen. Toen was het alweer lunchtijd. Toen hebben we pas met elkaar overlegd hoe en wat. Poep scheppen. Jij moet zo je nagels doen. Ja, klopt. Ik moet nog wat pakketjes verzenden. En ik moet een video editen. Dus weer geen tijd om te rijden. Maar wel vet voor bestellingen van jullie. Ja, leuk. Dus ja, vandaar dat we even een weekvlogje wilden maken. Omdat er elke dag wel op zich iets interessants te vertellen is. Maar niet genoeg voor één video. Dus ja. Met deze poep als achtergrond ga ik even mijn nagels laten zien. Dit zijn ze. Nou, place to be om Iris haar before te laten zien. Dit zijn mijn nagels na een maand. Ik ben nee, verder valt het wel mee. Dit is mijn eerste nagel. Ja. En nou, ik kom straks de after demonstreren. Leuk, ik kan niet wachten. Nou, het is blijkbaar bijna 30 graden. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo warm. Omdat het een beetje bewolkt is en waait. En toen ik net naar buiten kwam om te vloggen, was er en iemand aan het snoeien en de postbode kwam. Billy, wat doe je? Billy staat rechtop tegen iets aan meer. En de postbode kwam deze pakketjes brengen. En die zijn een beetje zwaar. Dus ik zit even te kijken waar ik ze nu neer ga gooien. Want ik heb echt vet onhandig dit vastgepakt. Nou, dit zal Y-food zijn met een nieuwe smaak volgens mij. En dit... Ik weet eigenlijk niet wat dit is. Ik heb de hele week al... dat er pakketjes binnenkomen waarvan ik niet weet wat het is. En wat ik dus blijkbaar... Oh, I know what it is. Als je bij ons iets bestelt... Ik dacht echt, wie komt hier binnen? Maar het is Bailey. Ze heeft gewoon de deur open gedaan. Maar iemand deed gewoon een klink zo, maar het was Bailey. Als je bij ons een pakketje bestelt, dan doe je er altijd bedankkaartjes bij. En die waren op... Dus ik heb nieuwe besteld. Dit zijn ze. En het is gewoon hetzelfde ontwerp als de vorige. Het zijn gewoon een soort ansichtkaartjes waar we dan een persoonlijke boodschap op kunnen schrijven. Dus ja. Oeh, kijk. Ik denk dat deze twee wel kennen, maar dit is een nieuwe. Wow, dit is peach. Vandaag is dus een beetje een rare dag. Iris' vader is trouwens aan het grasmaaien hier. Als je iets hoort. Vanochtend was ik dus niet hier. Toen ik hier wel was, was het alweer lunchtijd. En was het even bijkletsen wat er vanochtend was gebeurd. En wat we vandaag nog moeten doen. Toen stallen uit gaan mesten. En ik baal gewoon zo. Het is echt nog perfect om te rijden nu. En ik had ook ingepland om te rijden nu. Maar er ging even wat mis met de planning van het editen. En... daardoor moet ik nu dus editen en kan ik weer niet paardrijden. Ik moet voor mezelf echt even een betere planning gaan maken. En dat de planning dan ook echt gewoon de planning blijft. Want Iris is nu naar de nagels. Het is bijna 3 uur. Ik moet editen. Ik denk dat ik daar wel 2-3 uur mee bezig ben. Want het is geen vlog. Dan is het dus etenstijd. En dan vanmiddag moeten we filmen voor een ander project waar we mee bezig zijn. En dan is het vanavond. In ieder geval rond 6:30 moeten we filmen voor een ander project waar we mee bezig zijn. Op een andere stal. Daarna moet ik naar mijn oma. Dan is het alweer bedtijd, letterlijk. Dus dan is er morgen weer een dag. Dus ik baal heel erg dat ik nu moet editen. Maar het moet echt even gebeuren, want het is de video van morgen. Dus beter heeft Floor binnenkort weer internet. En dan kan ze ons weer ondersteunen met editen. Want ik vind editen echt helemaal niet erg. En ik vind het heel leuk. En ik ben ook heel blij dat ik het zelf kan doen. Maar ik merk gewoon, de laatste tijd kom ik niet meer toe aan bepaalde dingen. Omdat ik dan nog even moet editen. En omdat wij gewoon niet die voorsprong op dit moment weer hebben met de video's.
Dus dan is het gewoon wat lastiger. Want dan moet ik gewoon 2 keer per week wel... Dan moet ik daar wel momenten voor vinden. En dan elke keer gaat het ten koste van iets anders. Dus stom. Maar dat was mijn druk om het editen. Ik ga editen. En ik zie jullie later. Bailey heeft dus iets nieuws. Als wij hier werken, moet zij hierbij zitten in de stoel. Alsof zij menselijk is. Hallo? Ligt u lekker? Ja, ligt dat lekker? Psst. Hallo, guys. Het is woensdag. Hallo, ik was even een nieuwsbrief aan het lezen. Hier is dus een nieuwsbrief aan het lezen. En het is vandaag iets zonniger dan gisteren, iets warmer dan gisteren. En we gaan zo eventjes een Roos update doen. En jij moet prikken. Prikken in mijn bovenarm. Hier ook zitten bij lekker op de was. Bij de was. Ja, en ik heb kledingstress. Mijn titel past er nergens meer in. Zoals je mogelijk kunt zien, moest dit gered worden met een hemd. Maar dat geldt dus voor alles. Dus als je dan een jurk hebt die dan tot hier is, dan heb je hem tot hier. Of hij sluit weer niet hier. Of hij sluit weer niet hier. Het is echt janken. En ik had vanmorgen controle. Oh ja, hoe gaat het? Met een rol. Nee, ging allemaal goed met baby. En vanmorgen was niet een echo, maar gewoon controle. Ik ben nu inmiddels 23 weken zwanger. Iets meer. Ruim 23. Bloeddruk wordt dan gecheckt en je gewicht en de hartslag van de baby en alles was goed, dus je kunt veilig op vakantie. Ik kan veilig op vakantie. Oeh, wil je de babykamer laten zien? Liever niet. Liever niet. Wil je de update laten zien zodat die straks leuker is ervoor en na? Let's go! Heb je... Deze deur zit op slot voor de hond, want die gaat anders via hier, via daar naar buiten. Dan maakt hij alle deuren op de route open. Ja, deze. Nou, voor jullie aan de linkerzijde, voor mij aan de rechterzijde, zien jullie ons oude kantoor. Is niet zoveel meer van over. Maar wat er moest gebeuren is, de babykamer moest ruimer, want anders pasten de standaard meubelen zeg maar niet in. En het was ook een klein hokje, dus dat paste net Sanne's 2-persoonsbed in. Dus Sanne is eruit gejiet en nu... Ik heb zelf helemaal een huis aan moeten schaffen. Ja, aanschaffen ook. Huren. Grapje. Dus hier moest de wand eigenlijk iets opschuiven. Dus dat is ten koste gegaan van ons kantoorruimte. Maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. De meubelen uit het kantoor hebben we naar de kringloop gebracht. En dan zetten we daar iets... subtielere meubelen straks in, dat we met die kleinere ruimte gewoon wel nog steeds voldoende werkplek, maar ook bewegingsruimte hebben. Hier is dus de nieuwe wand die komt hierin. Dit is het steungedeelte. En het plafond moest een stuk omhoog. En dat is voor jullie een beetje lastig te zien, omdat ik maar 1,20 meter hoog ben. Maar mensen zoals Bas is 1,95 of zo, 1,96 zoiets. En die kwam hier bijna met zijn hoofd tegen het plafond, omdat het dus een oude boerderij is. Was vroeger het koeienschuurgedeelte, dus al die stukken zijn heel laag. Eerst was het plafond zeg maar tot die... Ja, onder die rode rand. Ja. En ja, je ziet het wel overal een beetje. Oh ja, daar kun je het mooi zien. Dat groene stuk is erbij aangekomen en tot de balk was het plafond, toch? Ja. Wow. Dus dat is een heel stuk omhoog gegaan. En Bas heeft dit nu allemaal uitgeleveld. Er moet nog isolatie tussen natuurlijk. Dan komt dit weer dicht. De wand gaat natuurlijk binnenkort dicht. Er moet alleen nog even een klein stukje met elektra omgelegd worden. Dus vandaar dat het hier allemaal nog los hangt. Want dat moet het plafond in. Voor de spotjes die straks overal komen. En dan Bas heeft net toevallig een nieuw vloertje opgehaald. Dus dan kunnen we een nieuwe vloer erin leggen. Bas is nu inmiddels al een paar weken bezig en is ondertussen nog geopereerd. Dus hij heeft alles zelf gedaan. Dus vandaar dat het al wel even aan de gang is. Maar vanaf nu is het ook echt zo'n stuk dat je platen erin gaat zetten. En dat het veel sneller vorm gaat krijgen. Dat je echt weer gaat opbouwen in plaats van alles afbreken en slopen en prutsen. En dan als er alles erin zit, dan kunnen Sanne en ik losgaan. Wow! Met verfjes en zo. En dat is leuker om te filmen. Dat is ook leuker om te doen. Dan nemen jullie iets meer mee. Ook leuker om te doen. Ja, maar dan zijn jullie in elk geval weer even op de hoogte. Wow! Bailey! Ja, Tombo!
En jullie vrienden. Oh, ik dacht jij komt gezellig eventjes buurten, maar nee. Jij kwam een dijk bouwen. Ja, we staan in de schaduw, maar vlak bij de mestbult. Dus er zitten heel veel vliegen hier. Maar wij dachten, misschien is het wel handig jullie eventjes een update te geven over deze mevrouw hier. Want? Over de laatste weken, maanden, hebben we haar wel af en toe verteld van het gaat wat beter, het gaat weer minder met rozen of bla bla. Maar we dachten eventjes hoe het er nu voor staat. Want er was iets gebeurd, toch? Ja, er was inderdaad iets gebeurd. En dat is ook waarom de dierenarts moest komen. En dat hebben we iets eerder in de video hebben we wel genoemd, maar niet waarom. Ja, nee, ze heeft dus zo'n achterbeentje. Je kunt trouwens in de video in de i even checken als je echt het hele achtergrondverhaal van Roos wil weten. Als je dat nog niet eerder hebt gehoord. Daar leggen we helemaal uit wat voor een aandoening ze heeft. Maar daarmee is ook haar witte achterbeentje wat beschadigd geraakt in het verleden. En eigenlijk trainen we haar daarom ook niet echt meer in de bak. Ik was dus met Reus in het bos aan het rijden. En we hadden een stukje gegaloppeerd. En soms dan wisselt ze een keer van galop, zeg maar. En nu in één keer, ze deed dat dus. Ze sprong om, ze wisselde van galop. En toen in één keer, toen kreeg ze een soort paniekaanval een beetje. En toen dacht ik, ho, eens even. Dus toen zijn we verder stappend naar huis gegaan. En toen viel het me op dat ze een beetje... Dat witte achterbeentje dus een beetje sleepte. Toen heb ik hier thuis Bas uit zijn klusproject getrokken. En die even over de weg heen en weer laten draven. Om te kijken of ze het ook zonder iemand op haar rug had. En toen had ze het ook een beetje. En de volgende dag was het eigenlijk wel zo goed als over. Maar ik wou toch even laten checken of we niet iets in de rug of het been of weet ik veel wat hadden. Maar haar knieschijf was iets uit de positie gekomen. En dat komt mogelijk omdat ze iets wat dikker is of omdat ze verkeerde beweging heeft gemaakt en dan net daar iets zo tegenaan gedraaid is. Dus eigenlijk was dit quick fix, was heel makkelijk op te lossen, maar het was wel even schrikken. Nou, priksen! Doei! Doei, echt zin in. Oké, jongens, het is bijna 3 uur en Julia komt om wat foto's te maken. Dat is leuk. En we hebben dus het idee, omdat we vandaag niet gaan rijden, want het is nu iets van 32 graden. Ik heb Iris make-up op, dus ik ben even sjoep. We hadden het idee om blackfoto's te gaan maken, want dat duurde al heel lang. En dat lijkt me wel gewoon mooi dat we van alle paarden dezelfde foto's hebben. Dus ik ga eventjes eerst Nala ophalen. En dan wissel ik haar straks om met Bambi. En Iris gaat hier vast auto's uit parkeren. En ik zeg auto's uit parkeren omdat we dus een donkere gang nodig hebben. En we hebben geen stalgang. Dus doen wij het onder het afdak. En ik weet niet zeker of er 2 auto's weg moeten of 1. Maar dan is nu in ieder geval deze weg. I love it, Roos. Deze hebben dikke Wat zie jij nou? Staat al op. Hallo, hallo. Wat doen we? Foto's maken. Zwetten. Zwetten als een otter. Volgende. Wauw. Leuk joh. Wie ben jij? Wie ben jij? Ik wil heel graag anoniem blijven. Maar ik kan niet zien of hij nog beweegt. Waar is hij van? Ja, echt daar achter die houtjes nog. Hij is echt ver. Oh, deze moeten we achter. Ja. Billy, ga eens weg. Ah, je hebt echt mijn vinger vast. Jongens, het lijkt erop dat het gaat regenen en onweren. Hoi jongens, het is vandaag vrijdag en gisteren hebben we afgesloten met Julia. Toen waren we even heel druk. Binnen 2 uur hebben we alle paarden op de foto gekregen. En ik zal even kijken of ik het resultaat al kan delen. Anders zien jullie het op Instagram de komende tijd. Maar we hebben dus voor alle paarden goede blackfoto's gemaakt. Dus dat is wel even fijn, want dan hebben ze gewoon allemaal weer recent vers op de foto. En dat ze er gewoon top uitzien. Ook voor de website en zo. Het is vandaag super hot. Ik heb een korte broek aan en... Ik geloof dat het 34 graden is. Maar, zoals jullie zien,
is het ineens een beetje bewolkt. En ik denk dat het zo gaat regenen en onweren. En daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Of nou ja, blij mee. Ik vind het niet erg, want zoals jullie weten is alles echt super droog. Het is alweer één dorre boel en er heerst dus een watertekort. Dus het is wel even fijn, denk ik, voor de plantjes. Maar ik betwijfel dat er echt zoveel gaat vallen. We waren net hier, bij het kippenhok. En waar Bailey nu dus in gaat, was ze dus de hele tijd aan het zoeken. En toen dachten we al, wat zit daar dan? En toen bleek dus dat de zwarte kip, die bleek daar dus al een paar dagen achter te zitten. Volgens mij 2 dagen. Echt super zielig. Normaal komen ze gewoon zelf overal wel weer tussenweg. Maar die kip heeft daar gewoon 2 dagen gezeten. Dus ik heb alles snel aan de kant gehaald en we hebben hem gewoon gelijk water en voer gegeven. En gelukkig was er niks aan de hand. Gezien. Wat voor weer het wordt. Ja, zal ik bijen erbij pakken. Ik ben benieuwd. Ah. Een slechte maag. Billy. Het ergste komt niet bij ons. Oh. Wat ga je woensdag doen? Op vakantie. Hoe lang? Waar ga je heen? Vertel. Ik ga naar Kroatië 12 dagen. Denk ik. Oh. 12 dagen. Nice. Oké. Okay. Ja, met de auto. Wat lekker. En jij gaat op de paarden passen en de honden. Dus en mijn huis. Mij, alleen. Alleen, zielig. Nee. Maar jij gaat ook nog op vakantie, maar later pas. Ja. Ja. Iedereen weer terug in schakelaar. Ja. Nee, dat is wel leuk. Dan kunnen we lekker elkaar afwisselen. Ja. Voor de balans. Oh man, wat een storm, hè? Mooi. Jullie moeten niet zo zielig doen, want jullie komen helemaal niks tekort. Jullie komen zelfs dingen te veel. Zoals dat spek daar. En daar. En daar. Hoe gaat het? We hebben een ladder nodig. Oh. Jij. Jij. Want ik ga er niet op. En nu? Openmaken of zo. Openmaken of zo. Dan kom je niet bij. Hoe maak je zo'n ding überhaupt open? Dat weet ik niet. Nou. Moet ik iets aanpakken? Hopsakee. Star Wars. Bye. We hebben een nieuwe buis gevonden. Hier is hij wel. Ja, en die moet nu daarin. Oké, zullen we... Oh. Oké, daar is ze weer. Wauw, wat knap voor jou. Ja, en de losse denk ik makkelijker dan er weer op. Dit is ingewikkelder dan. Ja. Al een ding in mijn gezicht. We hebben ook wel genoeg licht om morgen op te ruimen. Oh, wat mooi. Dat let wel. Oh, en nu doet hij het niet meer. Woe! Wajo. Vertel, hoe voel jij je nu? Ik voel me erg. Strong independent woman. Ja. Ik ga zo'n huis bouwen, denk ik. Hoi normaal. Het is een nieuwe dag. Het is zaterdag. En het is heel vroeg. Het was heel vroeg. Het is nu niet meer heel vroeg. Het is nu 7:30. Sorry. Wij zijn onderweg voor een filmdagje. Op locatie ergens. En... Nee, kom maar. Dat is niet voor YouTube. Dus we nemen jullie een heel klein beetje mee behind the scenes. Maar we gaan niet te veel verklappen. Waarschijnlijk zien jullie het wel als we... locatie zijn. Maar om 8:00 hebben we afgesproken. Het is nu 10:50. En we zijn er precies om 8:00, zeggen ze. En dan gaan we heel veel schattige veulentjes zien, denk ik. Oh,
Ik wil wel graag een hele donkere met een stip op zijn hoofd of een witte. Hoi jongens, wij zijn terug van het filmen. En de reden dat we dus nog niet alles kunnen laten zien is omdat het voor iets anders bedoeld is. En omdat de veulentjes nog niet online staan. Dus het blijft een beetje een surprise. Maar zijn jullie nou benieuwd naar de veiling? Ja, ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Om te kunnen zien wanneer die is. En wanneer die is, ja. Ik word gebeld. Hallo. Ik hoop dat jullie deze chaotische weekvlog een beetje leuk vonden. En ja, laat even weten in de comments wat je zou willen zien. En dan zien we jullie weer in de volgende video. Doei! Doei.